Hoi, we zijn vandaag in de Hortus Botanicus in Leiden, waar een van de twee finalisten van de Museum Educatieprijs hun project gaat laten zien. Dat is namelijk het Naturalis. En ze hebben een project dat heet het Verwonderpaspoort. Er is een jury die gaat kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat en hoe het loopt. Het Verwonderpaspoort zorgt ervoor dat musea beter aansluiten bij het curriculum van de basisscholen. Andere finalist, dat is Flip de Museum van het Van Abbe Museum. Verdiep je er zeker in, het is heel erg interessant. De prijsuitreiking is op 10 november en hou jezelf op de hoogte en tot snel.